Hoi allemaal, dit is de Visgraad armband. Een van de, ja, ik denk bekendste armbanden wat betreft het maken op je loom. Je kan hem ook maken op je vingers, op een vork, op twee potloden. Wij hebben hem al laten zien in een video met een vork en met een mini loom. En als onderdeel van een sleutelhanger. Maar toch word ik vaak gevraagd of ik ook nog wil laten zien hoe je deze maakt op je loom. En omdat mijn dochter van 3 heel graag een keer samen met mij een video wil maken en omdat ze deze armband uit haar hoofd kent, heb ik besloten om deze video samen met haar te maken. Heel veel succes! De visgraat armband kan je op elke loom maken als je maar 2 pinnen hebt. Maar als je een verstelbare loom hebt, dan is het wel ietsje gemakkelijker. Want dan kan je namelijk 2 rijen naast elkaar zetten. Dat ze dus precies gelijk zijn. Zo. Dan zorg je dat de openingen van de pinnen aan jouw kant zijn. En dan kan je eventueel deze laatste rij kan je weghalen. Dan heb je iets meer overzicht. Dus dit is het gemakkelijkst. 2 pinnetjes naast elkaar met de openingen aan jouw kant. En dan gaat nu mijn dochter van 3 verder. Hallo, ik ga nu leren hoe je de vis gaat maken. Pak je blauw. Maak je een achtje van. Doe je dat zo. Dan pak je paars. Die doe je zo. Pak je nog een beetje paars. Die doe je dan zo. Ik ga het jullie nog een keer laten zien. Het eerste elastiekje is belangrijk, want die plaats je namelijk anders. Daar maak je een 8 van. Dus je doet hem op het pinnetje. Je draait hem een slag. En dan zet je het andere uiteinde ook op het pinnetje. Je maakt dus een 8. Daarna doe je alle elastiekjes er gewoon bovenop. Dus je pakt een andere kleur, die zet je er gewoon bovenop. En dan pak je er nog één en die zet je er ook gewoon bovenop. Zorg ervoor dat de elastiekjes boven elkaar blijven en elkaar niet overlappen. En als je gaat haken, doe je dat altijd op het moment dat je 3 elastiekjes boven elkaar hebt. Dan pak je het onderste elastiekje en daarom is het zo fijn als de gaatjes. Ja, jij mag zo. Als de gaatjes van de pinnetjes aan jouw kant zijn, want dan kan je er zo in met je haaknaald. En dan doe je die er overheen en dan die er ook overheen. Dan duw je dit naar beneden. Dan heb ik 2 elastiekjes op mijn pinnen. Dan zet ik er weer eentje bovenop. Op dit moment heb ik er weer 3. En dan doe je de onderste over elastiekjes heen naar het midden. Onderste elastiekje over de rest heen naar het midden. En deze handeling blijf je herhalen. Net zolang tot jij tevreden bent over de gewenste lengte. Ja, jij mag nu. Hoe gaan we nu verder? Want ik heb net gehaakt, er zitten 2 elastiekjes op. Wat ga jij nu doen? Paars. Ja, paars. Pak hem maar. Pak je paars weer. Die. Maar niet er 2. Dan ga je bovenop zetten. Ja. En dan? Pak je weer blauw. Oh ja, dan ga je haken. Even dit handje weg, anders kunnen ze het niet zien. Ja, lukt dat zo? Dan laat de haaknaald vallen. Het arme kind moest net hoesten, hè? Je bent een beetje ziek, hè? Goed zo, de onderste over de bovenste. Ja. En dan? Dan pak je weer blauw. Ja, dan heb je nu 2 elastiekjes erop. En we moeten de 3 hebben om te kunnen haken. Dus nu pak je weer eentje. Ik zal hem even voor je neerzetten, dat is makkelijker. Pak je weer blauw. Ja, nu hebben we weer 3 elastiekjes erop. En dan pak je de onderste. Alleen die. En de andere onderste. En die doe je ook naar het midden. Dat lukt niet. Zo. En nu kan je hem een beetje naar beneden trekken misschien al, hè? Met je hand. Met je vingertjes. Ja. En dan pak je weer een kleurtje. Paars. Paars. Trek je hem een beetje zo naar beneden.
Die zet je er bovenop. Alleen deze blauwe is daar. Ja, heel goed. We hebben weer 3 elastiekjes boven elkaar. En dan gaan we de onderste over de bovenste haken. Nee, de onderste over de bovenste. De andere over de andere bovenste. Zijn dit jouw lievelingskleuren? Wat vind je de allermooiste kleur? Blauw. Blauw? Ja. En misschien ook roze. Heb je ook roze daar in je bakje? Ja. Je hebt je eigen bakje met allemaal glittertjes, glitterelastiekjes. Anders doe ik hier roze er tussendoor. Bakje, duurt het te lang, de roze. Maar dan ga je weer haken. De eerste 2 kleurtjes, paars en blauw, dat is uit de serie Metallic van Rainbow Loom. En de andere is dus een glitter elastiekje van Rainbow Loom. Trek maar aan de armband, kan het weer een beetje naar beneden. Ja, dan heb je 2 elastiekjes erop. Maar we willen de 3 hebben voordat we gaan haken, dus dan mag er weer een elastiekje bovenop. Kan je weer een kleurtje uitkiezen. Die jij wil, die jij mooi vindt. Die? Nee, blauw. Blauw. Die zetten we er bovenop. En dan hebben we weer 3 elastiekjes boven elkaar. En gaat de onderste over de bovenste. Dat is paars. Dit is paars, ja. Die is onderop, dus die moet naar het midden. Die moeten we gaan haken. En dit blijven we zo doen tot we een armband hebben. De armband is lang genoeg. We gaan nog 1 keer haken. We hebben 3 elastiekjes boven elkaar. Dus we gaan nog 1 keer het onderste elastiekje. Ik zeg het verkeerd, we gaan nog 1 keer haken met 3 elastiekjes. Dus nu gaat het onderste elastiekje naar het midden. En dan nog een keertje. En omdat we de armband gaan afronden, gaan we er geen 3e elastiekje bovenop zetten, maar we gaan nog een keertje haken. Mijn kleine meid stoot telkens tegen de iPad aan, sorry. Ja. En dan de andere kant ook nog, even je handje weg. Goed zo. Nog een keer? Nee, 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 niet meer. Niet meer. Even wachten. Nu hebben we dus 2 lusjes. En dan pak je een sluiting. Kan jij dat ook of moet mama dat doen? Nee, dan moet je zo. Maar je mag het wel proberen. Langer. Om het voor mijn dochter makkelijk te maken om de C-clip te plaatsen, ga ik eerst dit lusje overbrengen op de andere kant. En vervolgens verdeel ik deze 2 lusjes waar de C-clip op moet over 2 pinnetjes. En voor jou is het denk ik gewoon zaak om het er vanaf te halen en je vinger ertussen te stoppen en dan de C-clip erop te plaatsen. Ja, pak de sluiting maar. Ik heb een haal. Het lukt niet zo. Nou, doe maar wat je kan. Dat doet mama het zo wel over. Ja, dat gaat goed. Goed zo, volgens mij zit hij erop. De sluiting zit erop, dan kan de armband vanaf. En het enige wat we nu nog moeten doen, is de achterkant van de armband pakken. Deze 2 lusjes hier. En dat was de 2e haaknaald. En zo de armband dichtmaken. Deze armband is nu klaar, maar... Dan zeg je, ik hoop dat jullie iets aan deze video gehad hebben. Ja, ik hoop dat jullie aan deze video gehad hebben. En dat je nu weet hoe je de visgraat kan maken. En dat je nu weet hoe je de visgraat kan maken. En ik hoop tot de volgende keer. En ik hoop tot de volgende keer. Dag. Dag.